Hallo, welkom allemaal. Zoals jullie kunnen zien heb ik vandaag mijn eerste strijk gekregen. Deze strijk die heb ik ontvangen voor een video over een videobewerkingsprogramma. Zoals je kunt zien, waarschuwing 1, 11 april 2016 ontvangen. Wat heb je eerste strijk voor consequenties? De consequenties zijn dat je geen langere video's meer kan uploaden, geen externe aantekeningen meer kan maken, geen Content ID bezwaren meer kan indienen en livestreamen is uitgeschakeld. Waarom ik deze melding heb gekregen? Ik heb geen idee. Zover ik heb kunnen zien, voldeed mijn video gewoon aan alle eisen. Alles van de video is ook zelf gemaakt. En er wordt ook geen gebruik gemaakt van andermans content. En er is al helemaal geen sprake van een schending van de community richtlijnen. Dus vandaar dat ik deze waarschuwing een beetje raar vind. Dus ja, helaas zou ik nu moeten wachten totdat deze waarschuwing komt te vervallen. En dat is pas over 6 maanden. En daar ben ik eerlijk gezegd niet blij mee. Dus als iemand een idee hebt wat ik hier tegen kan doen, dan mag je het mij vertellen? Zet het in de reacties onder deze video. Alvast bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!